Wij gaan nu in. Ook nog door. Wat is Duxie aan het doen? De camera aan het spelen. Mijn moeder is achter. Een hele goede morgen. Welkom weer aan deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellingraafse mini-vloggers. En het is dinsdagochtend 14 april 2020. Half 9 is morgen. Ja. Heerlijk geslapen. Wakker geworden zonder wekker, Luan? Ja, de wekker die. Nee, ging. Met wekker. Met wekker, ja. Luan heeft wat langer gesnoest. En nu zijn we lekker beneden. Ja, die werkt er niet. Dan gaan ze weer lekker beginnen met de thuisschool. Ja, de bellies. De bellies, hè, die gaan weer leren. Ja, ik heb veel e-mailtjes en veel belletjes te doen. Dus ik zou zeggen, kijk weer gezellig met ons mee. Zo, kindjes. Nou. Papa en mama's belly zitten lekker aan tafel. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Luxie. Proost, Luxie. Proost. Proost. Is mama Lucille voor jou een boterham met je aan het snijden? Ja, maar ik ben vandaag haar oppas. Oh, jij bent oppas van Luxie vandaag. Want ik ben vandaag in het zonnetje. Oh, jij speelt vandaag met het kinderdagverblijf. Met baby Luxie. En Luan die gaat dan met mama studeren. Leuk hoor. Zo, het is vandaag weer tijd om de kinderen les te geven. En ik ga echt eventjes meer aandacht focussen op Luan voor zijn echte huiswerk. Want hij heeft nu best wel wat huiswerk meegekregen vanuit zijn juffrouw zijn. En ja, je wilt gewoon niet dat hij achterstand oploopt. Dus ik ga echt even met hem doorpakken. Dat doen we toch even op zijn eigen kamer. Want dan is hij iets meer geconcentreerd. Aangezien de twee meisjes lekker om ons heen drentelen. En het dan vaak toch een beetje afgeleid is. Dus Lucilla, kan jij een beetje oppassen op je zusje? Nee. Papa die is met honden aan het wandelen. En ik ga eens even naar boven met Luan naar de kamer van Luan om samen zijn huiswerk te doen. En dan mag jij lekker met Luxie spelen, nou, goed? Ja? Nou, Luan krijgt een belletje en als hij daarop drukt, moet mama even helpen. Ja, dat is goed. Ja, maar ik ga eerst Luan even alles uitleggen, dus dat duurt wel even. En dan kom ik daarna naar beneden. Ja. Goed? En dan kun je, maar tot die tijd kun jij wel even op Luxie passen, hè? Ja, dan kun je samen spelen. Samen kleien. Samen kleien. Kan je dat, Lux? Ja? Ja? Hallo, wijs. Mama gaat nu met Luan naar boven. Met Luan's huiswerk. Mama! En ik moet even op Luxie passen, want het duurt wel even. Moet jij even zeggen. Daar, we gaan kleien, hè? Ja. Daar kleien. Stoel. Ja, daar is een stoel. Ze gaat ook even iets vertellen, dus wij gaan nu met Luxie hier spelen. Dag! Wij zitten boven op de kamer bij Luan. Wat Lucilla niet weet, is dat wij haar kunnen zien met de camera die in de huiskamer staat. Ik ga eens even kijken. Allemaal doet. Zie je dat? Dat is echt grappig. Ja. Volgens mij zijn ze nu samen aan het kleien. Zie je dat? Ik kan ook. Oh, dat is echt schattig. Oh, dat is echt schattig. Samen aan het kleien. Volgens mij is Lucilla een hele goede oppas. Ze is heel verzorgelijk altijd. Dus ze vindt het wel super leuk. Ik vind het super leuk. Ik ga ze samen helpen. Oh, kijk, ze hebben ook samen de vlogcamera. Zet ze even weg. Zet even de camera weg. Dat ze ook een vlogcamera gekregen, maar die zet ze nu even weg. Oh, maar Luxie wil hem toch weer pakken. Zie je dat? Luxie wil hem weer pakken. Gaat hij verder kleien. Okay. Mooi, mooi, mooi. Ik kan het rustig doen. Ga eens doen. Helemaal daar in de hoek. Ga ze snap pakken. Ze gaan snap.
Nee. Mam, het is in de ochtend. In de kamer heb ik ook camera's staan. Ik zal wel even wat beelden hier doorheen doen. Ja, kom. Ik lig hier zelf ook helemaal in een scheur als ik deze beelden terugzie. Ik had deze beelden dus zelf nog niet gezien, maar tijdens het editen is het echt, vind ik het wel super schattig om te zien hoe ze zo samen elkaar een beetje vermaken. En hoe Lucilla ook echt een beetje de leiding geeft om echt op Luxie te passen. Ik hoop dat jullie ook genieten van deze beelden, want ik vind het echt een heerlijke vlog om te editen. Oké, kom, we gaan weer snel verder. Mama. Gooit Luxie nu iets? Weet je niet waar de prullenbak is, zegt Lucilla. Dat Lucilla goed op Luxie let. Nu laten wij ons niet meer afleiden door de camera beneden, maar gaan wij snel met jouw huiswerk beginnen. Ja, goed. Maar okay, ja, we zetten hem gewoon daar neer, dat we een oogje in het cel kunnen houden. Goed? Hier. Ja, dat vind ik een mooi plekje. Zijn ze toch een beetje bij ons? Ja. Hey, maar jongen, zo laten we ons wel afleiden. Ja, doe het geluid maar uit. Dus laat je eens nog afleiden. Kom, we gaan je huiswerk beginnen, jongen. De wereld in getallen. Ja. Het rekenen, daar gaan we mee beginnen. Ja. Goed, sla de bladzijde maar open, jongen. Ja. Waar was je gebleven? Lucilla en Luxie, die hebben wij hierbij staan. Ja, kunnen we een oogje zelf houden. Kijk. En wij gaan beginnen met sommen. Ja. Lucilla heeft best wel lastige sommen. Waarvan zelfs ik af en toe nog wel even goed moet nadenken. Vooral deze, die schaapjes. Ja, die schaapjes. Kijk, deze.
Dan moet je zeg maar kijken. Ik weet niet of jullie dit zien. Zo. Dan moet je kijken. Dit is, hier staan 4 schaapjes in deze wei. Hoeveel schaapjes kunnen er dan in zo'n wei staan? Dan moet je dus uitrekenen en kijken hoeveel lijntjes en bolletjes er zitten. En dan moet je uitrekenen hoeveel schaapjes er in een grotere wei staan. Het zijn een beetje verhaaltjessommen, maar het zijn best wel lastige sommen af en toe. Ja. Dus wij gaan nu eens even een poging wagen om even hier een beetje door te bijten. Dat we een beetje opschieten. Pak maar je pen, jongen. Hey mam, we moeten hier beginnen. Kijk, dit even lekker afmaken. Oh ja, deze kijk, afmaken. Ik heb hier even pijltjes bij. Samen 9. Snap je hem niet? Nee. Kijk, je hebt er al 1. Ja. Hoeveel moet je dan nog om 9 te maken? Grijp je? Oh, dat is 8. Ja, dan moet je daar 8. Oh, en dit is 4. En dan... Ah, ik snap hem. Ja? Ik snap hem. Even spieken. Wat is het doen? Kijk, daar staat ook een camera. Ze pakt een camera, zie je dat? Oh, ze geeft een kusje op de camera. Ze gaf een kusje op de camera. Ah, super schattig. En dan gaan ze spelen. Oké, okay, wij laten ons weer niet afleiden, jongens. Oh, we gaan weer verder met je som. Door. Ja, oké, okay, we hebben hier 3 appels. Hoeveel appels moeten er dan nog bij? Mommy. Als je samen 9 hebt. Oh, 3. Oké. Okay. We hebben 2 appels. Hoeveel 7. Appels moeten er daarbij? 7. Goed zo. En dan maak je samen 9. Ja. We hebben 3 appels. Hoeveel appels moeten er nog bij als je samen 9 6. Hebt? 6. Goed zo, jongen. Ze gaat naar boven. Oh, ze gaat boven. Nee. Ze gaan weg. Ze zijn weg. Nee. Oh, snel die uit van weg. Hé. Hoor ik hier iemand naar boven komen? Oh, krijgt mama een snoepje. Oh, moet ik hem openmaken? Ja. Moest ik hem openmaken? Krijg je hem niet open, liefie? Ik weet niet wat jullie allemaal deden. Zo, even openmaken. Ja. Heel leuk met spelen. Gaat het goed hier allemaal? Ja hoor. Ja? Hartstikke goed. Alleen dat ik het niet echt zo plakkerig was. Oh, heb je plakhanden? Oh, plaklei. Moet je even wassen? Zet ik de camera? Waar is dat? Zo. Goed, Sil. Hey, Sil, ik vind dat je het echt heel goed hebt gedaan, liefie. Ja. Ik heb heel lekker snoepje uit de kast gepakt. Ja. Ben je nu klaar met Luan? Nee, ik ben nog niet klaar. We moeten zo nog even verder. Kan je het nog heel even volhouden met Luxie samen? Luxie zegt steeds, ik wil een mama. Oh, volgens mij ruik ik wat. Luxie, heb jij een poepbroek? Ja. Ja, je hebt een poepbroek. Zal ik die even schoonmaken of wil Lucilla dat doen? Mama. Nee. Mama. Ik ga even een poepbroek verschonen. En dan gaan we zo meteen weer verder, hè, jongen? Ja. Ja, mama. We komen er wel. Ja. Oh, handdoek. Ja, handdoek kan je natuurlijk niet bij. De handdoek zit in de wasmand. Oh, nee. Nee? Hier. Kees, hier is de handdoek. Alsjeblieft. Nou, ga ik even een poepbroek verschonen. Goed, gaan we zo meteen weer verder. Wat heb je gedaan, Lucilla? Ja. Want ik zag het natuurlijk niet. Nou, eerst ging ik mooi kleien. Toen deed ik allemaal hierin. Ja. Toen zei ik, wil je dit doen? Ja. En toen zei ik, stiekem die Luxie een snoepje pakken. Oeh, stiekem een snoepje gepakt. Heb je stiekem een snoepje gekregen van Lucilla? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Wat goed van jou, Sil. Vond je het leuk om even op te passen? Ja. Dat deed je echt goed, hoor. Heel lief, samen lekker gespeeld. En Lux, vond je het leuk? Vond je het leuk met Lucilla? Ja, ze zegt ja. Zo goed van jou. De meisjes die gaan even lekker een treinenbaan bouwen. Terwijl ik weer met Luan naar boven ga. Zo, ik ben veel groter. Goed zo. Nee, ik ben eerst groot naar klein. Oh, helemaal top. Dat is ook een leuk. Het maakt het meer. Kom jongen, daar gaan we naar boven toe. Op naar je huiswerk. Daar zijn ze weer. Lekker aan het spelen. Ja. En dan kunnen wij hier even gezellig... Nu vindt het helemaal leuk. Oh, ik vind het helemaal leuk. Ik kijk net op de politie met allemaal camera's rond. Grappig, hè? Hey, maar wij gaan wel weer eventjes terug naar je huiswerk, jongen. Want we moeten even doorpakken. Krijgen ze een boete of niet? Ze krijgen een boete. Nee, ze zijn hartstikke lief aan het spelen. Oh, ik voel me helemaal als de politie. Kom, wij gaan verder. Wij gaan verder, jongen. Gaat het? Doei, doei.
vast. Ja. 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 Nee, pa. Mama. Lekker. Lekker die kaars. Zo. Moet sneller kunnen, jongen. 9. 6. Nee, 7. Oh, ik wou tussen de 7 en tussen de 6. Je moet even gewoon terugtellen, in je hoofd terugtellen. Ja. 8 min 4. 4. Juist, 4 en 4 is 8, dus dan weet je dat is de helft. Ja. 6 min 4. 2? Ja, top. Lekste manier. Gaan doen. Dit kan hij zelf even gaan doen. Lekker geconcentreerd op zijn kamer. En hij heeft hier een bel. Als hij iets echt iets snapt, dan kan doe je dat. Kan je dat wel horen? Dan laat ik even de deur openstaan. Dat hoor ik wel. Goed? Ja, dat hoor je. Dus dan druk je op de bel. En anders dan praat je even hier doorheen. Zeg je, mama, kan je even helpen? En dan doe je hem weer uit. Ja? Yes. Mag ik dat doen? Mag ik dat doen? Dat mag ook. Alleen als je het echt niet meer weet. Niet voor dingetjes waarvan je even zelf iets beter moet nadenken. Goed? Alleen als je het echt niet weet. Kijk eens. Liefie. Dank je.
Heel goed gedaan. Oh, dikke knuffel. Ik heb even mijn camera uitgedaan. Oh, goed zo. Ik ging even spelen. Weet je waar die ligt? Ja. En de laan? Heb je de camera? Ja. Ah, goed gedaan, schatje. Top gedaan. Hartstikke trots op jou. Zijn jullie gezellig aan het tekenen? Ja. Wat goed van jou, Luxie. Ga je een mooie tekening maken? Thuiswerkje. Ja. En een knipwerkje maken. Daar. Ja. Dit. Ja, is mooi, liefie. Heel mooi. Ja. Ja, mooi gemaakt. Mooi rood. Schatje. Oh, heb je een stipje op je gezicht? Uh-oh. Ja, van de rood, hè. Het is geen lippenstiftje, hè. Kan niet op je lipjes, hè. Wij gaan nu even wandelen met Luxie. Luxie, wou dat heel goed. Mama gaat even de kamer opruimen. En Lua gaat gewoon, als het niks weet, gaat het even slaan. En ik wil gewoon oppassen worden. Want, ja. Luxie wil heel graag naar papa. Dus we gaan nou gewoon naar papa toe. Dat doen we ook oppassers. Ik kom hier, Lux. Papa, we gaan papa zoeken. We gaan even papa zoeken. Want Luxie wil heel graag naar papa. En waar papa is, dus we gaan hier ergens papa vinden. Luxie is een beetje eigenwijs. Ik denk dat papa een roodje hebben. En net onder, want er is de hond. Want de honden moesten plassen met papa natuurlijk. Luxie wou heel graag naar papa. Dus we gaan haar nu zoeken. Zilla en Luxie die zijn daar met z'n tweetjes even een wandelingetje aan het maken. Oh, papa is daar niet, liefie. Die is een grote wandelen, een ronde aan het wandelen. Oh. Terwijl de meisjes net eventjes een lekker rondje hebben gewandeld, ga ik even Luan een lekker glaasje limonade brengen en een appeltje brengen. Alsjeblieft, hoe gaat het met huiswerk? Ja, goed. Ja? Oké, okay, een beetje binnen. Ja, hij kan hier kijken, ja. Dus ze komen nu net binnenlopen. Ze waren even een rondje aan het wandelen in het parkje. Ja. Yeah. Grappig, hè? Oh. Nou, even een lekker appeltje eten. Een beetje limonade drinken. Mm-hmm. En dan weer door, hè? Mm-hmm. Goed zo, jongen. Heel goed bezig, kerel. Ga ik weer even kijken naar de meisjes beneden. Want die hebben er een rotsoortje van gemaakt. Ik moet even de rotsoortje opruimen. Ja. Yeah. Moet ik hier nou tellen of moet ik dit twee terug zetten? Dus je hebt 24, 22, dan komt 20, 18... 16. Dus iedere keer zeg maar eentje overslaan. Dat. Snap je? Ja. Goed zo. Zo, dan switch ik weer terug naar beneden. Zijn jullie weer terug voor wandelen? Ja. Wat goed, hè? We moeten het oppassen. We moeten het oppassen, schatje. Ja, papa. Nou, ja, papa die is een grote honden wandelen. Die was niet heel klein rondje. Die zegt, ja, die is even lekker wandelen met de honden. Ja. Heb je hem al buiten gezocht, liefie? Ja, mama mee. Ja, maar liefie. Papa is er, schatje. Ze wil zo graag naar papa toe. Papa komt straks weer thuis. Ja, waar ben je allemaal geweest? Papa, allemaal daar? Allemaal daar geweest? Was papa er niet? Kon je geen papa vinden? Wat is dat? Pa. Ja, dat is pa. Dat is een kakkelak, hè? Dat is een nep kakkelak. Oh, kom hier, liefie. Oh. Ze wil zo graag naar papa toe. Maar papa die is even met Woes en Pip een dik uur aan het wandelen. Ja. Hè? Dus die komt straks weer zo meteen thuis. Gaan we nu even lekker een jasje uitdoen? Ja, papa. Die kinderen papa toe. Gaan we eerst eventjes alle rotsen opruimen. Hé, want Lucilla heeft zo lekker gespeeld met jou. Kijk. Allemaal rotsen. De treinenbaan. En de klei die ligt daar nog. Gaan we even alles opruimen, goed? Mag ik even iets eten? Ja, een appeltje. Ik had voor Luan ook een appeltje. Zal ik even een appeltje schillen voor jullie? Ja? Goed zo. Mij? Ja, ook voor jou. Ja. Wat doet Lucilla? Blijft die jas niet hangen? Lucilla, grapjes te maken. Hey. Ik heb een paar minuten vrij. Heb je even pauze, jongen? Ja, ik heb even pauze. Oké, okay, even pauze. Even 10 minuten. Nou, even de laarsjes uitdoen. En andere, 1, 2. Jasje even uit. Interessant. Ja. Ja. Goed, ja, de laarsjes mooi ingezet, hè. Goed zo. Goed zo. Ja, oh, die laarsjes moeten er ook... Ah, kijk dan. Goed zo, Luxie. Dat zijn de drie laarsjes op een rij, hè. Ja, dat zijn jullie drie laarsjes.
vandaan. Kom maar lekker naar binnen. Gaan we even lekker een appeltje eten. Oh, oh, hallo. Mag ik er ook nog door? Ploffen we even lekker voor de tv, hè? Even lekker chill. Zo, en ook even een appeltje voor de meisjes. Zo, eruit. Superhandig appelsnijer. Kijk eens. En appeltjes voor de meisjes. Alsjeblieft. Luan zit er ook een mee. Dat ja, mag mijn ligt nog boven. Dat mag. Zo, nou, Luan heeft ook even pauze, jongen. Goed zo. De meisjes die eten hier nog even lekker een beschuitje. En dan ga ik eens even kijken hoe het bij Luan is. Want die zit weer boven natuurlijk. Hoe gaat het met het huiswerk? Wat? Is Luxie met de camera aan het spelen? Ja. Kijk dan. Wat is Luxie aan het doen? Hé hey Luxie, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Ja, man, kijk. Ja, wat is er? Zeur en schreur. Ja. Kijk. Want, maar ja? Hier kunnen maar twee woorden in. Een scheur had je al. Oh nee, en dit deur. Is speur. En dit is deur. Speur, maar waar staat speur dan? Speur staat hier. Oh nee, het is een spoor. Spoor. En een spoor moet bij de... Oh. De spoor oh. Hier en een scheur moet inderdaad daar. Helemaal, maar het is heel helemaal roze, Luxie. Ja, Luxie is aan het spelen met de camera beneden, hè, jongen. Hij vindt het leuk om af en toe even te kijken hoe het in de kamer gaat. En als hij mij nodig heeft, kan hij daar doorheen praten. En dan roep je mijn hulp, hè. Ga ik weer even naar de meisjes toe, want volgens mij is de camera een beetje door de wild geslagen nu. Ja. Ben je met de camera aan het spelen? Geef jij kusjes op de camera? Nee. Ja. Nee. Ja, zet hem maar weer even terug. Ja, zet ze maar weer even terug. Goed zo. Ja, zet hem maar weer terug. Keurig meisje. Zeg maar dag, Luan. Nee. Dag. Zo, we zijn weer even een heel tijdje verder. Inmiddels zijn de kinderen even lekker voor de tv geplonst. En, of geplonst, geploft. En ja, en Luxie heeft lekker haar middagslaapje gedaan, hè, liefie? Heb je je slaapje gedaan? Kijk eens wat heb je meegenomen. Kijk eens. De Minnie Mouse. Wat is Minnie Mouse in doen dan? Ja. Ja, een Minnie Mouse wafaf. Hij kruipt als een wafaf, zegt ze. Ja. Het is kruipen, liefie. Ja. Ja, van jou. Luxie moet ook kruipen, want ze kan lopen. Ja, Luxie kan al lopen, hè. Ja, kijk, ze zijn even lekker voor de tv. Wat zijn we aan het kijken, kinderen? Meester Kees. Mees Kees. Zo, die is natuurlijk wel gezellig. Om even lekker nog te kijken. Om in de schoolsfeer te blijven, hè, jongens. En ondertussen is vader ook alweer een tijdje thuis. Morgen. En staat hij alweer lekker te kokerillen in de keuken? Wat eten we vanavond? Ik had het wat telefoontjes tussendoor. Ik sta wel achter de pannen, terwijl ik dat er ben. Ja, gaat allemaal gewoon overal tussendoor. Allemaal rond, maar ik sta hier nu vers tomaatjes te snijden, vers van land. Vers. Ik heb hier nog een verse paprika, die komt bij mijn moeders achtertuin. Ik heb hier een vers gebakken ei. Omeletje. Lekkere kleine mini macaronis. En door woesel gevangen. Vers runde gehakt. Heeft hij zelf gevangen? Okay. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even. Duimpjes man. Vergeet niet te abonneren, klik op ons belletje en we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot in die andere zin. Volg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee, dans mee.